Het goed Zeeuwse plaatsje Serooskerke zou wel de goed Zeeuwse naam Klondijke kunnen aannemen. Want er wordt goud gevonden en niet zo weinig ook. Op een preiveld midden in het dorp graaft men. En de toeschouwers zijn er telkens weer getuigen van hoe de landbouwer Christiaanse en zijn knecht nieuwe munten uit de grond halen en achterloos in hun zak steken. Het is een leuke vondst. Ongeveer 700 keer hebben de vinders nu al zo'n kluit waar wel eens wat in kon zitten, zorgvuldig tussen de vingers genomen om de aarde te verkruimelen en dan te voelen en vervolgens te zien, goud. Een reeks van heel interessante munten hebben ze nu al aan de oppervlakte gebracht. En op het gemeentehuis verschijnt telkens de knecht van boer Christiaanse die het eerste goudstuk vond, tast in de zak en deponeert de nieuwste aanwinsten. De grond behoort aan de gemeente die de helft van de opbrengst zal krijgen. De pachter krijgt de andere helft. Deskundigen nemen aan dat de opbrengst van deze rond het jaar 1620 verstopte munten wel in de richting van een miljoen zou kunnen gaan. De vondst is uit wetenschappelijk oogpunt ook zeer belangrijk. Op sommige munten ziet men Philips staan, niet uit Eindhoven maar uit Madrid. Mocht u ook eens in de prei willen woelen, het mag niet. En bovendien is de grond nu hard van de vorst en bewaart de koude morgenstond het goud nog wat in de mond.